Dag allemaal, welkom bij BMW De Maas en echt de BMW M-specialist van Nederland. En vandaag gaan we kijken naar de M240i. Hebben al een keer een review meegemaakt, maar dit is de versie met alle M-performance onderdelen. Dus met name het exterieur is echt een flinke stap extra ten opzichte van de standaard M240i. Natuurlijk een fantastische auto, heerlijke 6 in lijn, 374 pk vierwielaandrijving. Maar natuurlijk niet zo ruig als een M2. Wil je daar wat meer naartoe, optisch gezien? Daar zijn de M-Performance onderdelen voor. We beginnen aan de voorkant met een voorsplitter helemaal van carbon. Maakt de auto echt een heel stuk agressiever. En je hebt ook deze winglets die de auto verbreden. En zelfs de nieren zijn, zoals je kunt zien, met een carbon omlijsting. En de motorkap om een beetje die power dome vorm te geven van bijvoorbeeld een M3 F80. We hebben hier een soort mat zwarte decal die dat extra benadrukt. Verder vinden we een speciaal wiel. Een M-Performance wiel, zoals je kunt zien. Dit is een 20 inch voorwiel, dus echt een flinke maat omhoog ten opzichte van het standaardwiel. En hier aan de zijkant zie je de hele M-Performance decal in stijl van de motorkap. En hier ook weer zo'n carbon onderdeel die ze in de racerij gebruiken voor extra stabiliteit. Maakt de auto weer wat breder. Ook 20 inch op de achterkant. Volg ons ook op Instagram, de Maas BMW _ echt. En hier aan de achterkant zie je deze flinke, forse, beetje CS-stijl ducktail spoiler. Heel erg dik, volledige carbon diffuser. Ziet er ook echt waanzinnig uit met die uitlaten in het zwart. X-Drive natuurlijk, M240i. Ja, en nog even het totaalplaatje. Ik zal er nog een keer omheen lopen. Wat die onderdelen met het uiterlijk van de auto doet, de hele uitstraling van de auto is anders. Oh, deze was ik ook nog vergeten. Volledig carbon spiegelkappen. Heel erg dik. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in een M240i of in M-Performance onderdelen voor jouw BMW, BMW De Maas in echt, de BMW M-specialist van Nederland. Bedankt voor het kijken.